Dat betekent dat wij het eigenlijk op het gebied van internationalisering hartstikke goed doen. Wat zegt de term internationalisering jou? Eigenlijk bijna niks. Sorry. Eigenlijk wil ik een beetje van die term internationalisering af. Want het is natuurlijk heel leuk dat leerlingen of dat onze studenten in het buitenland stage kunnen lopen. Die mogelijkheid bieden wij ze. Maar het is meer. Het is ook onderwijs in een internationale context. Wij moeten studenten steeds meer voorbereiden op een Europa, in ieder geval zonder grenzen. Merkt u onder leerlingen ook de afgelopen jaren dat het meer in trek is om naar het buitenland te gaan? Het is echt booming. In het begin, nou ja, wij kregen heel veel subsidiegeld en wisten helemaal niet zo goed hoe we het uit moesten geven. Zo, goh, studenten, wil je niet naar het buitenland? Hè? Zo moesten wij zelf een beetje ons best doen om ze naar het buitenland te krijgen. Op dit moment is er een hele andere ontwikkeling. Vooral dat is 2-3 jaar geleden ingezet. En je ziet dat steeds meer studenten naar het buitenland willen op stage, zeker. Via onze stagebegeleiding kunnen we ervoor kiezen om bijvoorbeeld in Berlijn stage te gaan lopen. Of bij Sint Maarten, of ja, verschillende plekken zijn er. Dus ik heb besloten om misschien in mijn tweede of derde jaar naar Portugal te gaan. Om daar stage te lopen, die taal ligt mij dan ook. En Portugal natuurlijk een lekker warm land. Ja, zeker. Ja, daar ga ik er niet voor heen. Ik ga natuurlijk heen voor, ik wil richting Defensie, naar deze opleiding. En daar wil ik ook kijken hoe het daar gaat. Ik vind het meer persoonlijk wat je liever hebt, want ik wil zelf in Nederland blijven. Maar ik kan indenken dat sommige mensen in het buitenland willen, omdat andere landen ook andere werkmethodes hebben en zo. En als ze naar het buitenland gaan, dan merken ze dat ze een heel leven lang moeten leren. Wat hoop je eraan over te houden aan zo'n buitenlandperiode? Nou, misschien hoop ik daar misschien wel werk aan over te houden. En dat staat heel goed op je cv. Dus ik hoop dat ik er heel ver mee kom. Ja. Jij blijft gewoon lekker in de Achterhoek? Ja, sowieso. Dat is een mooie plaats hoor.